In ieder geval vinden alle raadsleden, althans alle fracties, het een hele goede zaak hè, dat Stier zou blijven. Het is een toegevoegde waarde voor het dorpsplein. Het maakt het dorpsplein aantrekkelijker. Er zijn mooie ideeën om het nog verder wat uit te breiden met misschien een stukje groen en watertappunten. Nou, van allerlei dingen zijn genoemd. Maar er zit nog wat haken en ogen aan de financiering. In de voorronde, 2 weken geleden uit mijn hoofd, bleek dat eigenlijk alleen SBZ voor was zoals het voorstel er nu lag. Maakt die 16.000 euro over en we zijn hartstikke trots op alles en iedereen. Dat zagen wij iets genuanceerder. PZ ook en VVD ook. En daarom zijn we zijn met z'n drieën in de pen geklommen om te kijken hoe we dat dan zo konden vormen dat wij het met z'n drieën er wel over eens werden. En dit amendement is daar het resultaat van. Het amendement houdt eigenlijk alleen maar in dat er een gedeelte, het grootste gedeelte van de Stier door de gemeente betaald zal worden. En het overige gedeelte dat we graag willen dat de stichting dat bijeen haalt met crowdfunding of hoe dan ook. Nou is het zo dat de stichting alleen een bestuur heeft. De wethouder zegt ja, ze hebben alleen een bestuur, ze hebben geen leden. Dus wij hebben daarom een termijn van 10 jaar gezegd. Maar ja, als zij zeggen we hebben er 20 jaar voor nodig. Dat vind ik ook best. Dan gaat het om 300 euro per jaar die ze bij elkaar moeten krijgen. De stichting krijgt ook subsidie. Dus misschien kan het daarmee verrekend worden. Zij hebben al aangegeven, wij gaan een crowdfunding doen. En dan denken we 2000 euro. Misschien wel 3000 euro op te halen. Nou, dan ben je dus al op de helft. Hè? Weet je, het is dus... En dan doe je over 5 jaar nog zoiets en dan ben je er. Ik denk dat we moeten bedenken dat deze Stier hier in het dorp staat. Niet op de Rendijk, niet in Gelderswoude, niet op de Weipoort, niet in de Geer. Nou ja, noem het maar op. Een klein gedeelte van onze inwoners komt dat kunstwerk tegen. De rest niet. Het is een hoop geld, 16.000 euro. Zelfs voor Zoeterwoude, zelfs voor de gemeente. Dus daarom naar Rato. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Fractievoorzitter Arjan Baks, die heeft het stuk geschreven. Die heeft uitgelegd waarom die u niet bij had betrokken. Wat vindt u ervan? Hij ging er vanuit van nou, SBZ is zo enthousiast. Die gaat akkoord met alle voorwaarden in het raadsvoorstel. Maar kijk, we hebben een memo gekregen in de tussentijd van beleidsmedewerker mevrouw Matsen. En daar stonden toch hele ook goede dingen in. En dat, ja, het is een bespreekstuk vandaag geweest. Dus ja, staan er allemaal weer mogelijkheden open. Dus ja, ik werd eigenlijk al direct afgeserveerd van oh, mevrouw van der Kooi, die vindt het zo goed, die vindt alles goed. En dat vond ik wel jammer. Maar u bent wel voor? Ik ben helemaal voor die Stier. Ben ik eigenlijk van het begin af aan geweest. Ik ben er erg enthousiast over. Prachtig kunstwerk van een eigen Zoeterwoudse kunstenaar. Wat wil je nog meer?